Hallo mensen, super leuk dat jullie allemaal weer kijken naar weer een gloednieuwe video. Mijn naam is Wijden en in deze video ga ik even wat uitleg geven wat er is gebeurd. Jullie hebben het waarschijnlijk al in de thumbnail gezien en aan de titel. Ja, ik lag op het ziekenhuis. En nu is de vraag van velen, ook op mijn social media zoals Instagram en Facebook, wat is nou precies gebeurd? En ik ga niet 1000 vragen beantwoorden, steeds hetzelfde aan iedereen, dus daarom is deze video. Oké, laat ik het maar zo vertellen. Woensdag. Ik ging gewoon naar school toe, ik had de eerste 2 jaar had ik rekentoets. Ging allemaal goed en zo en ik kwam thuis. En ja, ik ging gewoon eventjes, ja, Xbox, ik ging tv kijken, ging gewoon allemaal perfect. Totdat ik ging slapen, ja. Ik ging naar boven toe, ik zei tegen mama, ik heb hoofdpijn al de hele avond. Maar ja, dat heb ik al vaker, maar ja, ik ging naar boven toe. Dus ik ga naar bed, ik woon niet goed, ik begin te hyperventileren. Want ja, daar heb ik ja, eigenlijk al vaker last van, al 2 jaar zoiets. Ik heb 2 jaar geleden mijn eerste aanval gehad. Maar deze keer was het wel wat heftiger dan normaal. Ik begon te hyperventileren, ik was bij, maar ik kreeg mijn ogen, ik kreeg het niet stil en mijn lichaam ook niet. Ik ging oud, dan was ik erbij, ik ging weer oud, dan was ik erbij. Maar het was best eng voor mijn ouders om te zien, denk ik wel. Dus ik heb de ambulance gebeld, de ambulance kwam me ophalen. En we zijn naar het AZM hier in Maastricht gereden. Nou, het AZM had gezegd van, we kunnen je niet opnemen. Ze wilde niet zeggen waarom, maar de broeder had zich versproken en dat was omdat de kinderafdeling vol lag. Dus wij naar huis toe, ik s'nachts op het matras onder de woonkamer gelegen. Ik werd steeds niet goed, ik bleef maar rondtollen, mijn ogen kregen maar niet stil. Dag daarna naar België. Nou, in België te zijn aangekomen, werd ik wel meteen opgenomen. Allemaal onderzoeken gehad, ik begon met de CT-scan, MRI de dag daarna. Nee, de MRI niet. Een EEG scan de dag erna. De MRI moet nog voor terugkomen trouwens. Maar zij konden ook niks vinden. Ze weten niet wat het is. Ze willen, ja. Het is gewoon, ze hebben het nog nooit gezien, zeg maar. Daarom gaan ze nu allemaal onderzoeken. Ze willen zo ver mogelijk komen, zodat ze ook andere kinderen hiermee zouden kunnen helpen. Maar ja, dat is het dus. Ik kreeg een soort psychotisch voorbeeldachtig iets. Maar ja, dit had ik ja, een paar jaar geleden ook. 2 jaar geleden begon het mee. Daarna heb ik nog een stuk of 4, 7 aanvallen gehad. Van iets heftiger waren. En 1 keer per maand is een iets rustigere aanval, zeg maar. Trouwens, ik heb ook gewoon ja, altijd hoofdpijn daardoor. Maar oké. Okay. Dat was het dus eigenlijk. Dit waren de aanvallen die ik dus heb gehad. Maar oké, jongens. Dan weten jullie dat het ook. En hoef ik niet iedereen's vragen te beantwoorden. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En zoals ik altijd zeg. Ciao!